staan hier bij de Agnieten wensboom. En dit is een boom waar alle leerlingen van de school wensen in hebben gedaan. Merry Christmas! Nou, de opdracht was om een herinnering of een, iemand die je mist of die net is overleden of iets speciaals heeft, om dat op een papiertje te schrijven en dan iets te gaan maken en dan in een boom te hangen. Ik heb iets geschreven over mijn achternichtje, dat ze Rett-syndroom heeft en ze kan eigenlijk helemaal niet lopen, niet zitten en ze kan eigenlijk helemaal niks doen en dat vind ik wel zielig. Dus daarom heb ik een wens erin gedaan dat ze nog iets langer kan leven. Want ze zou eigenlijk op haar vijfde doodgaan. Ik bedoel, op haar vierde. En dan zou ze vier kunnen worden, maar ze is nu vijf geworden. En dat vind ik wel best wel knap. Oma, jammer dat ik je maar zo kort gekend heb. Had je graag nog wat langer willen kennen. Maar die tijd dat ik je gekend heb, was een hele leuke tijd. Ik mis je. Ik heb een briefje gemaakt van mijn neefje die ik krijg, misschien op mijn verjaardag, en van mijn oma die nu overleden is. Ja, ik heb een kerstbal gemaakt voor mijn opa, want die heb ik nooit gekend. En in een vrachtwagen heeft hij een hartstilstand gekregen. En al die leuke verhalen die je over hem hoort, ja, dat was weer jammer dat je hem niet hebt gekend. Nou, ik heb mijn wens naar mijn oma gedaan, want die is 2 weken geleden overleden aan Gaasvers-Oos. En ik mis ze heel erg en zo. En ik heb het ook voor mijn ouders opgeschreven, omdat binnenkort ik waarschijnlijk niet meer thuis woon. En dan ga ik ze ook heel erg missen. Hoi, ik ben Anne en ik heb speciaal een dingetje gemaakt voor een van mijn beste vriendinnen. Omdat ze heel veel voor mij betekent, zeg maar. En omdat ze me heel vaak heeft geholpen met dingen, zeg maar. Ook die gewoon privé zijn gebeurd. Vanochtend hebben wij een opening gedaan hier in de aula. Het ging over kerst, maar ook over Tijn van Serious Request. En die wou graag heel Nederland oproepen om massaal je nagels te gaan lakken voor geld. Omdat Tijn, die heeft een ziekte en die kan niet ouder worden dan 7 jaar. Nou, zeg maar voor 1 euro kon je zeg maar je nagels laten lakken. En die euro's zeg maar, die voor Tijn zeg maar, zijn opgespaard, die gaan naar het Rode Kruis. En zijn streefbedrag was zeg maar 100 euro, maar volgens mij zijn we daar al lang overheen. Het Agnietencollege wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.